Hoi, ik heb deze Diamond Painting pakket bij Action gekocht voor €1,79. Het is alweer wel een poosje geleden, dus ik weet niet of ze dit op dit moment in het assortiment hebben. Maar ik merk wel dat dit soort pakketten toch wel vaker weer terugkomen in de winkel bij Action. Dus kijk maar met me mee wat hierin zit en hoe ik dit ga maken. Het gaat om een canvas van 16x16 centimeters. Is niet zo heel erg groot. En als je het met een multitool doet, dan is het ongeveer zo'n 4 uur werk. Je krijgt geen multitool in dit pakket. Dus in dit pakket krijg je alleen maar een pen waarbij je steeds maar één diamantje per keer kan doen. Is dit je eerste pakket? Nou, dan is dit dus waar je mee werkt. En dat duurt dan wel langer dan 4 uur. 4 uur is als je dus meerdere in één keer kan oppakken. Zal ik je later in deze video laten zien. Je werkt dus met de pen. Je krijgt een stukje wax, je doet even een plasticje naar beneden en je drukt je pen er zo in. Dan heb je wax in je pen en daarmee blijven de diamantjes plakken. Dit zijn de diamantjes waarmee je werkt. Nou, je hebt heel veel stukken met A. Dus ik ga met A beginnen. Dit zijn de diamantjes. Ze zijn heel mooi glinsterende diamantjes. Een beetje kristalachtig zijn het. Ze zijn dus niet van die matte diamantjes die je vaak tegenkomt met een matte kleur. Ik ga ervan uit dat dit A is. En dit is wel het nadeel van deze pakketjes bij de Action. Ze zijn heel lastig om te lezen welke letter het is. Ik denk dat jij het hier nu ook gewoon niet kan zien dat daar een A staat. Dus het eerste wat ik straks ga doen voordat ik verder ga met plakken is op alle zakjes een heel klein vierkantje etiketje te plakken. En dan schrijf ik even de juiste letters op. Kijk, je kan de letters er wel zo een beetje op terugzien. Nee, je ziet dat een G is, maar ze zijn heel slecht zichtbaar. En deze is zelfs al half ervan af. Dus dat is echt een nadeel van dit pakket. Maar gelukkig kan ik hier wel een beetje aan de kleuren zien welke ik moet hebben. Oké, nou. Zo, laat ik jullie even dichterbij komen. Dan kun je zien wat er gebeurt. Zakje A knip ik zo open. Het is een hele grote schutbak vergeleken met de schutbakjes die je normaal krijgt in Diamond Painting pakketten. En ik vind hem op zich best wel prettig, want je kan hem zo weer hier makkelijk leeggieten in het zakje. Normaal zijn kleinere, dichte schutbakjes en dan is het heel lastig om terug te gieten. Wat ik wel nodig vind altijd is, heb ik nou niet bij de hand, maar meestal leg ik ze recht. Nou, zal ik je straks laten zien. Als ik de volgende scène ga opnemen, laat ik je een multitool zien en laat ik je zien hoe ik het normaal netjes klaarzet. Nu laat ik je alleen zien hoe je met het pakket wat je hebt gekregen aan de slag kan gaan, zonder dat je wat anders hebt. Nou, pen recht omhoog houden, diamantje oppakken en opplakken. En dit is dan eigenlijk wat je doet. En nogmaals, het is echt urenlang werk. En één zo'n pakket kan je echt wel een paar dagen mee vooruit. En vanuitgaande dat je niet de hele dag aan het zitten plakken bent, anders lukt het je wel in één dag. Zo, en kijk, dit is het dan. Kijk eens aan. Ik heb alle blauwe diamantjes geplakt, alle A-diamantjes. En het is ongeveer een uur en drie kwartier werk. Dus ik heb nu bijna alles aan de buitenkant klaar. Nu alleen nog de hokjes en de smiley die je hier ziet. Nou, ik heb ervoor gekozen om even nu B te gaan doen. En zoals je ziet, ik werk nog steeds met folie erop. Iedere keer als ik een deel doe, trek ik mijn folie omhoog. Dus ik haal niet gelijk mijn folie er vanaf, want anders wordt het zo'n plakboel. Nou, ik ga nu de B-diamantjes doen. En op zich, je kan het hele werk doen met alles wat je hier hebt gekregen. Dus gewoon een losse pen. En ik vind dit schutbakje echt heel ideaal. Het is echt lekker groot. Je kan heel veel diamantjes er tegelijk op kwijt. En het schudt ook wel eigenlijk heel erg fijn. En wat je dan wel moet doen is hier je hand erbij houden. Vooral als je bakje helemaal vol zit, dan heeft het de neiging om eruit te gaan bij het schudden. Dus dan is het wel handig om een hand erbij te houden. Ik heb een pincetje van mezelf en dan zet ik de rijen zo recht. Je kan de diamantjes eruit plukken die nog niet goed liggen. En zo kan je dus je rijen goed plaatsen. Dan gaat dit omhoog. En dan heb ik dus ook een andere tool voor mezelf.
En daar kan ik dus gelijk veel diamantjes tegelijk op plakken. Hier zit alleen jammer genoeg niet een getal op van hoeveel die tegelijk kan plakken. Bij sommige anderen staat dat er wel op. Dat heb ik gisteren ontdekt omdat een kijker dat gisteren heeft verteld in een reactie. Kijk, hier zie ik bijvoorbeeld, daar staat 4. Bij deze staat dat er niet, maar goed. Het is toch een hele lange rij, dus ik kan gelijk in één keer zo een heleboel diamantjes opplakken. En dan plaats ik hem zo. Als ik merk dat ik niet recht heb geplakt, dan pak ik dus een andere tool op die geen wax heeft. En dan kan ik dus de boel even zo wat rechter plakken. En deze tool vind ik ook heel fijn als ik dus eigenlijk klaar ben. En ik vind dat ik hier niet zo netjes heb geplakt, dat de rijen niet zo netjes liggen. Dan ga ik gewoon zo met mijn tool over de rijen. En dan gaan ze vanzelf wat rechter liggen. En dan zijn ze ook niet meer zo schuin. Dat doe ik dus omhoog, maar ook overdwars. En zo kan ik dan één voor één even zorgen dat alle diamantjes wat netter in een rij gaan liggen. Dit pakket heeft één minpunt. Zoals je hier kan zien heb ik 2 lege plekjes. Dat komt omdat mijn zakje met D... Ja, de diamantjes zijn op. En ik moet eigenlijk nog 2 vakjes plakken. Ik heb voor de zekerheid overal op de tafel, op de grond, overal gezocht. Maar ik vond ze echt niet. Dus dit pakket bood gewoon echt te weinig steentjes. Van de andere zakjes had ik nog wel wat steentjes over. Maar hier hebben ze het gewoon echt te krap uitgeteld, afgewogen, geen idee. En komt dus tekort. Helemaal af. In totaal heb ik hier zo'n 3,5 uur werk in zitten. Dus ik heb er hier 3,5 uur over gedaan. Ik vind het een hele leuke painting. Best wel een simpele painting. Dus dat was eigenlijk wel heel erg fijn. Ik ben gewoon begonnen met alle blauwe kanten. Want die zijn natuurlijk... daar zijn er het meeste van. En eigenlijk ben ik dan dus van buiten naar binnen gaan werken. En dat vond ik wel heel erg fijn om te doen. Dus dat betekent dat ik daarna deze roze hokjes ben gaan doen die je hier ziet. En die zijn eigenlijk heel simpel. Want je plakt er dus 2 aan 2. En dan hier de buitenlijn, want die is donkerder geel dan de binnenkanten. Dus het was eigenlijk een heel leuk werkje om te maken. En ja, heel simpel en voelt gewoon... hij voelt gewoon echt heel erg goed. Klinkt heel raar. Het is heel lastig om uit te leggen. Maar omdat je gewoon eigenlijk simpele stukjes aan het opbouwen bent die je dan ook gelijk kan zien. Geeft dat dus een mooi gevoel. Normaal bij een painting dan ben je zeg maar... Ja, kleuren aan het plakken en kleuren aan het plakken. En zie je nog niet echt gelijk wat je op dat moment geplakt hebt. Dat zie je pas als je een heel groot deel af hebt. Maar ja, hier als je dus een wenkbrauw hebt gedaan, nou, dan zie je die dus al gelijk. En als je de tanden hebt gedaan, dan zie je dus al gelijk wat je gedaan hebt. Dan springt dat gelijk naar voren. Dus dat voelde eigenlijk wel heel fijn aan het werk. Ik hoop dat je deze aflevering leuk vond. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.